Vandaag is het tijd om heel veel te graven. Welkom allemaal bij een nieuwe Content Fame video. Ik sta hier met Truus de Bodyguard. Truus, wat is het spannend weer. En zoals ik net al zei, is het tijd om heel veel te graven. Hey, Joris. Hey. Hey, jongen. Jij hebt deze winkel gekocht hier, hè? Ja. Jij wil dat we hier heel veel gaan graven. Ik heb heel vaak het probleem, en volgens mij jij ook, dat we koper moeten oxidizen. En weet je hoe vervelend het is om met zoveel koper te werken? Ja, dit is veel koper. Daar kunnen we een machine voor maken. Om koper te oxidizen moet je natuurlijk 4 blokken ertussen doen. Dus dat wordt een hele grote machine. Toen dacht ik, nou, misschien kunnen we wel een ruimte eronder uitgraven. Dus we moeten heel veel graven. Ja. Nou, laten we dat maar gelijk doen. Ja. Zijn we bijna klaar? Dus ziet het eruit alsof we bijna klaar zijn. Mag ik naar huis? Oh. Nee, we moeten verder. Dat gat graast zichzelf niet. Jeetje, het grote gat is klaar. Joris, mag ik nou alsjeblieft naar huis? Nou, dit was de winkel, maar ik geloof ook dat we nog hadden afgesproken om een tunnel te gaan graven. Oh, dat klopt inderdaad. Kijk, we hebben nu dit gat zien gegraven, zodat jij jouw koper oxidize machine kan maken. Dat mag je helemaal zelf doen. Natuurlijk heb je geholpen met het gat graven. Maar, ja. Als we even één gebouwtje hier opschuiven, dan hebben we natuurlijk dit grote, nou, deze grote ruimte. Waar ben je, Joris? Hier. Oh, daarmee. Dan hebben we natuurlijk deze grote ruimte hier. Volgens mij hadden we 2 afleveringen geleden dat ik aan jou gevraagd. We kunnen hiervan een tunnel maken die naar jouw basis gaat en meneer KB zijn basis. Na zijn oude basis. Ja. Wacht, laten we even zien welke tunnels dat zijn. Kijk, we hebben het natuurlijk over deze mooie tunnel hier. Kijk, daar kom je ook al mooi doorheen. Is het een vliegtunnel of is het een rijtunnel? Beide zijn toegestaan. Beide zijn toegestaan. Want deze tunnel, die gaat van jouw basis, als we er even doorheen vliegen, die gaat helemaal door naar de oude basis van meneer KB. Ja, hier bij de span. Wat we dan kunnen doen, is heel leuk ongeveer hier halverwege gewoon een gat graven. En die komt dan daarboven in mijn basis uit. En dan kan je ook, waarschijnlijk gaat niemand het gebruiken, maar dan kan je ook via de tunnel naar boven toe. Speciaal omdat we het maken, ga ik het gebruiken. Anders maken we het gewoon echt voor niks. Even een pad graven en dan gewoon kijken of we het helemaal uit kunnen graven tot tunnel. Ja, denk het wel. Oh, net klaar met graven, moeten we weer verder graven. Kom je? Ja. Begin van de tunnel en als we naar rechts kijken hebben we een heel groot gat naar boven en volgens mij daar helemaal bovenaan. Hoe vond je het gaan? Nou, het ging redelijk snel. Het ging wel heel snel, hè? Ja, zeker. Het enige wat nu nog gedaan moet worden is dat we het pad even naar boven moeten doen. Maar als je even naar beneden kan komen. Kijk, we hebben hier natuurlijk de wissel van de weg. Dit is natuurlijk de weg van jouw basis. En dit is de weg voor Span, oftewel meneer KB zijn oude basis. Maar ik vind het een beetje random als dit bij mij ook in die oude stijl omhoog gaat. Dus wat we kunnen doen, is dit pad hier van jou nog helemaal doortrekken tot het kruispunt daar. Tot ongeveer hier. Dan hier gaan we het pad over laten lopen in het oude pad. Wat dan echt 5 meter zal zijn. En dan jouw pad omhoog trekken, omdat die veel meer matcht met mijn pad daarboven. Ja. Eerst het pad doen en daarna de muren, of wil je eerst de muren doen? Want de muren moeten ook zoals dit. Dus jij mag kiezen. 3, 2, 1. Muren. Dat was een redelijk simpele taak. De muren zien eruit zoals ze eruit horen te zien. En ik moet zeggen, het is wel leuk om vanaf mijn basis nu helemaal naar die tunnel te kunnen kijken daar beneden. Ja, het is gewoon een nieuwe route. Goed, dan moeten we nu alleen nog het plafond doen en de vloer. En zullen we die dan maar gewoon allebei... Waar ben je? Joris? Joris? Oh, daar ben je. Hallo. Zullen we die dan gewoon... En dan maken we het helemaal af. Even, het is gewoon helemaal af. Ja, helemaal. Lamp in het plafond, alles. Gewoon nu. 3, 2, 1, boom. Boom. Dus we hebben dit hele pad hier vernieuwd, zodat we hem mooi door kunnen trekken naar boven. Het enige wat we nu nog moeten doen is hier het plafond en de vloer. En als het goed is, we zijn bijna klaar. Het schiet al op. Ja, ziet er goed uit. Dus laten we gelijk even verder gaan, een vloertje erin doen en zo, weet je. Ja, ik heb naar de tijd gekeken en ik denk dat het voor mij bedtijd is. Dus bed, maar ik zou zeggen... Maar,
Hartstikke veel succes. Nee, ik dacht dat we dit samen... En dan spreek ik je als het klaar is. Maar... Ja, dames en heren, de tunnel is officieel af. Zoals je kan zien is het design net zo simpel als dat het beneden is, maar dat maakt het natuurlijk ook wel weer leuk. Je kan lekker omhoog lopen zoals dit, het gaat heel snel, althans een soort van. Ik denk nog steeds dat ik gewoon omhoog zal vliegen. Maar we zijn nu op het punt aangekomen dat ik verder moet met deze kamer hier. En omdat de tunnel hier naar beneden loopt, dacht ik misschien is het wel leuk om hier gewoon een groot station van te maken. In de vorige video hebben wij natuurlijk deze prachtige kleine tramhaltes gemaakt, samen met bijpassende trammetjes. En we hebben hier tegenover het grote station dat wij zo meteen gaan bouwen natuurlijk de oplaadplek voor de trams. Maar het enige wat nog mist is een mega groot station. En laat dit nou net eens de perfecte ruimte daarvoor zijn. En misschien is het je wel opgevallen. Dit hier is natuurlijk helemaal geen trambaan. Hier zullen waarschijnlijk auto's en bussen rijden en zo. Dus ik ben van plan om hier een soort van multistation van te maken. Mensen kunnen hier met de bus naartoe vanaf Joris of vanaf Spal. En dan kunnen ze hier met de bus parkeren. En dan kunnen ze overstappen op mijn prachtige trammetjes. En dan via mijn tramsysteem zo mijn hele basis doorgaan. En ik zou niet Wally de Knallie eten als ik niet alle spulletjes al verzameld had. We zijn ook inmiddels een dag verder in het leven. Joris is ook gewoon weer online. Hey, jij daar! Hallo? Hallo? Jij hebt mij gisteren achtergelaten met de tunnel. Ja, is die al af? Ja, de tunnel is af. Zullen we zien met jij... Je hebt geen tijd om een tunnel met mij te bouwen, maar wel tijd om dit te doen. Ik werd aangemoedigd door een bepaald iemand om dit te maken. Dat klopt. Ik wil heel graag dat je deze machine maakt. Ga alsjeblieft door. Hey, ik ga een station bouwen. Zullen we kijken of je er klaar is? Ja, dat is wel goed. Oké, 3, 2, en go. Oké. Goed, de tunnel is natuurlijk hier en de uitgang is daar. Dus laten we beginnen door de muur eventjes gewoon simpel door te laten lopen. En dan gaan we dit gedeelte zo meteen bouwen, want hier komt het station. Maar dit worden gewoon twee simpele muren. We beginnen natuurlijk door gewoon eerst simpel even het randje hier weg te halen. Hier moet het randje zelfs iets breder weg worden gehaald. En oh, het begint langzaam een beetje donker te worden hier. Spannend! Gelukkig hebben wij gewoon toortjes die we op de grond kunnen plaatsen hier. Oké, de muur zal onder natuurlijk van tufbrik zijn. Maar dat komt omdat dat gewoon hetzelfde als de tunnel is. En we willen wel natuurlijk een beetje matchen met de tunnel. Dan heb ik hier redstone lampen. En die redstone lampen wil ik helemaal naar boven brengen. Om een beetje iets van mijn basis in deze tunnel terug te kunnen brengen. Daar zullen we dan ook met de geel en zwarte strepen werken. Dan zetten we willekeurig een aantal van deze redstone lampen aan. Alsof het lijkt alsof ze daadwerkelijk ook een nut hebben. In plaats van dat ze gewoon uitstaan. Dan sluiten we het randje mooi af met polished tuff. En gaan wij over op een combinatie van steen en andesite. Zo, dan zijn wij bij het laatste randje aangekomen. Daarvoor ga ik heel even het gras gebruiken hier, want dat heb ik toch niet nodig. Want we gaan hem afsluiten met nog één randje naar boven. Oh, daar moet trouwens glas komen, sorry. En dan kunnen we dit later koppelen met het plafond. Oh, doe ik het weer verkeerd. Kijk, dit ziet er toch even netjes uit, jongens. Dit ziet er toch helemaal geweldig uit zelfs. Halen we dit lelijke grasrandje weer even weg. Goed, laten we nu dan nog even wat random details toevoegen, zodat de muren niet heel kaal zijn. Gewoon een beetje hetzelfde wat ik al eerder gebruikt heb. En gelukkig is dat ook 2 seconden werken en is dat zo allemaal gedaan. Slaat helemaal nergens op wat ik hier op de muren heb gedaan, maar het ziet er leuk uit. Laten we snel doorgaan naar de volgende muur. En dat is natuurlijk de muur die met de tunnel hier aansluit. En deze muur zal praktisch hetzelfde zijn als die andere muur, dus kijk hoe snel ik ben. Nou, zoals jullie kunnen zien hebben we deze muur af en hebben we ook gelijk deze muur af. Dan is het nu tijd om de tunnelaansluiting te maken. Want die tunnel loopt natuurlijk hier naar beneden. Die muur loopt nu heel leuk door deze kant op. Maar zoals je kan zien, het plafond en deze kant van de muur, die lopen nog niet mooi. En gelukkig hebben wij alle blokken om gelijk aan de slag te gaan. Dus laten we eerst dit muurtje even tot ongeveer hier doorlopen zo. Denk ik dat ik hier ook weer zo'n paal ga maken met het gekleurde glas. Maar voordat wij daarmee aan de slag gaan, laten we eerst even deze aansluiting gewoon doen. Dan kunnen we daarna dit muurtje hier maken. 3, 2, 1. Wow, hey. Ineens is het gewoon af. Oh mijn god, Max. Je bent zo snel. Je bent zo goed. Geweldig. Trouw met mijn dochter. Wat? Oké, en vanaf dit moment gaan wij niet alleen stone gebruiken, maar natuurlijk ook andesite, omdat ik een beetje een combinatiepakket wil maken hierboven. Hoppakee.
Auw. Goed, laten we de entree van de tunnel gelijk even een stukje leuker maken dan dit. En wat mij is opgevallen dat Joris en volgens mij meneer KB gebruikt hebben bij hun ingang van hun tunnel, is dat ze zo'n soort hoogtebord hebben neergezet. Dat ze niet te hoge dingen hieronder door kunnen. In verband met de veiligheid van de tunnel natuurlijk en de mensen. En als we dan toch met veiligheid bezig zijn, laten we dan ook hier een bordje neerzetten zoals dit. En daar gaan we wat leuks op plakken. 1, 2, up. En doen we er hier nog eentje zoals dit. Dit is toch helemaal geweldig, dames en heren. Je moet oppassen voor de dalingen. Stel, je ziet het niet, dan val je ineens zo naar beneden. Het is bloedgevaarlijk. Is Link, hoor, dit. Nou, dit ziet er nu wel leuk uit, dit gedeelte, toch? Zo hebben we nu, als je binnenkomt, de linkermuur af. Die muur is af. En de ingang naar de tunnel, die is af. Het begint langzamerhand al gewoon heel mooi te worden. Laten we maar eens gauw een beginnetje maken aan dit gedeelte hier dan. En dit is waar ik de bushalte en de tramhalte wil gaan maken. En dat maakt natuurlijk een leuk station. Dan kom je met de bus, kom je hier binnen, stap je over op de tram. Iedereen blij, hartstikke leuk. 3, 2, 1. Zo is dat natuurlijk ook gewoon alweer gedaan. Al is het nog vrij duidelijk dat de vloer en het plafond allebei ook nog gedaan moet worden. Want dit kan natuurlijk niet, hè, zoals dit. Tijd om aan de slag te gaan. Het is natuurlijk in principe heel simpel. We gaan gewoon het witte gedeelte hier weghalen. Dat is ook een hele snelle taak. Ook aan deze kant. Nog even het laatste beetje eraf. Hey. En hoppakee. Dan gooien we er nu gewoon een simpel dak van steen en andesite op. En af en toe doen we hier sea lanterns, omdat we natuurlijk wel licht in het dak willen hebben. Hey joh! Ga eens aan de kant daar. Je staat voor mijn camera, knuppel. Goed zo. En neem die lama ook mee. Ja, inderdaad, hè. Dan gooien we er ook nog iron blocks erheen om een soort van, ja, hoe noem je dat? Luchtventilatie te creëren. Zometeen wordt het wel een stuk duidelijker. Zo. En dan zien jullie mij niet meer, maar hoppakee. Ja, dat hebben we toch maar even leuk gedaan weer, hè, zo. De volgende taak is om overal heel eventjes dit soort iron trapdoors op te plaatsen, zodat het weer gewoon daadwerkelijk op lampen lijken. En om ook gewoon ander soort details te plaatsen. Zoals gewoon bekabeling op het plafond of zo. Een beetje zoals dit hier. Hoppakee, kijk, dat ziet er leuk uit. We hebben het natuurlijk niet te ingewikkeld gedaan. Dat past ook niet bij de rest van de stijl. Dan heb ik ineens een heel leuk idee om hier iets te doen. Paaltje hier, koperblokken gebruiken we dan. Een beetje technische knoppen aan de zijkant. Vervolgens ook technische knoppen aan deze kant. En dan vraag je je natuurlijk af, maar wat is dit dan, Max? Wat is dit voor raar bord? Nou, badabim, wat is is natuurlijk gewoon zo een mooi bord met de route, zodat mensen goed kunnen zien waar ze naartoe gaan. En zoals je kan zien, jongens, de routes in Content Veen zijn heel ingewikkeld. Ja, dit is gewoon een plaatje die ik van het internet heb gedownload. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het is een scherm waar de route van Content Veen op staat, als we er gewoon hard genoeg in geloven. Laten we nu dan maar eens eindelijk beginnen met de vloer, want dat is de laatste taak voor de ruimte. En daarna kunnen we de bus en de tram gaan maken. Maar voordat die er kunnen staan, moeten we natuurlijk wel eerst asfalteren. Hey, wegwezen. Ik heb je 100 keer weggestuurd. Ik heb hem even weggestuurd. Hij is niet dood. Ik beloof het jullie. Hij is niet dood. Maar hij komt ook niet meer terug. Goed, laten we even de vloer doen. Ja, zo hebben we ineens een vloer erin. En we hebben ook een leuk stoepje hier gecreëerd. Zo heb je een aantal leuke bankjes waar je kan zitten om te wachten als je bus of tram eraan komt. Zo hebben we een paar prullenbakken gecreëerd hier. Hier hebben we een plek voor de bus gecreëerd. Kijk, de buslijn loopt ook zo door naar de tunnel natuurlijk. Oeh, dan moeten we die toortjes alleen nog even hier weghalen, want die horen hier natuurlijk niet. Zo, dat ziet er al beter uit. Hier nog een prullenbakje. Hier nog twee wachtruimtes. En dan hier het stationnetje voor de tram. Dan kan je hier met de bus aankomen vanaf meneer KB of vanaf Jor. Weet ik voor waar je vandaan komt. Nou, dan stap je uit. Dan ga je hier lekker zitten. Zo, hoppakee. Wachtend op het trammetje. Dan komt het trammetje eraan. Stap je in het trammetje. En dan ga je weg. Alleen is het trammetje er nog niet. En is de bus er ook nog niet. Dus laten we die ook eventjes bouwen. Goed, laten wij beginnen met de bus. Door eerst de wielen te plaatsen. Dan het frame in het midden te plaatsen. Hier komt ongeveer de grote bumper. Laten we de deur dan ook maar gelijk plaatsen. Dat we weten dat hier echt de ingang komt. Dan wordt die wit, waarvan we diorite en calcite gebruiken. Hier de grote voorlamp
Die moeten we dan ook aanzetten alsof er echt daadwerkelijk licht van de voorkant komt. Birdsize eroverheen om een mooie grill te creëren. Item frames erin. Hij wordt gekleurd, de bus. We gaan niet alleen maar wit gebruiken. Er moeten ook een beetje kleurtjes in. Hier komt de buschauffeur te zitten zo. Die kan dan zo lekker de bus besturen. Verhogen we het hier omdat hier natuurlijk alle mensen gaan zitten. Doen een lampje erin om een beetje licht te creëren. Gaan we ook met blauwe terracotta werken. Een leuk gekleurd platformpje zo. Wat stoelen voor de passagiers erin douwen. Dan gaan de ramen helemaal door naar achter. En dan gaan we beginnen met het dakje. Aan de voorkant een aantal trapdoors. En dan voor de leuk zelfs gaan we er een aantal nutteloze details op doen. Want waarom niet? Hoppakee! Zo hebben we ineens een bus gecreëerd. Ja, dat ziet er wel leuk uit, hè? Zo'n busje zoals dit. Hier ben ik wel tevreden mee. Pakken we dit blokje hier even op. Die is voor mij. En dan gaan wij door naar ons trammetje natuurlijk. En dit hebben wij natuurlijk in de vorige video ook al allemaal laten zien. Dus moeten jullie eens opletten hoe snel ik dit doe. Hoppakee, die is af. Dan is het allerlaatste wat wij nu nog moeten doen is eventjes het spoor van dit trammetje. Die moeten we natuurlijk nog wel linken aan de andere sporen. Dus laten we hier even wat chains plaatsen. Een chiseled stone brick. Die brengen we helemaal hierheen. En die is gekoppeld aan het lampje hierboven om te kunnen laten zien dat die veilig aangemeerd is. Weet ik hoe je dat wil noemen. En dat is zoals dit ook netjes gedaan. Hoppakee. En nu we bezig zijn, laten we dit gedeelte hier dan ook maar gelijk even netjes doen. Hè? Anders ga ik dat weer vergeten en dan zie ik het wel weer. Dan zie ik het wel weer gebeuren. Dit moet ook gewoon netjes. Goed, dames en heren. Het tram / busstation is officieel helemaal af. Er is letterlijk niks meer dat ik nu nog wil doen. Er staat een bus, er staat een tram, er zijn routes, er zijn wachtplekjes waar mensen kunnen wachten op de bus of tram. Er zijn details op de muren en natuurlijk een waarschuwingbord dat je met 7% naar beneden gaat. Nou, volgens mij is dit wel bijna 25% naar beneden. De KB is zo hard aan het gamen dat hij begint te zweten. Echt lekker. Oké, nou ben ik ook wel heel benieuwd als je vanaf hier de tunnel ingaat. Dan kom je hier leuk binnen. Die kist moeten we nog even weghalen. Maar ik heb momenteel niet de ruimte in mijn inventory om dit allemaal mee te nemen. Deze shockboxen zitten ook vol. Dan ga je hier omhoog. En kom je ongeveer aan. Ja, dit is toch leuk. Ik vind dit heel leuk. Hij is officieel geopend gewoon. En dan kunnen mensen ook gewoon gelijk hier naar mijn chestroom om te stelen. Let's go. Oké, dan is nu dit winkelcentrum hier af. Dan hebben we mijn chestroom, die is af. We hebben nu het station, die is af. En hoe ver is onze Joris. Ik ben eerder klaar. Oh, dat was echt vet kinderachtig, sorry. Oké, maar wat Joris aan het doen is, dat ziet er zeg maar 100 keer ingewikkelder uit dan wat ik aan het doen was. Oh mijn god, dit wordt een koper. De kopermachine lijkt wel af zelfs. Volgens mij werkt die, want ik zie allemaal geoxidized koper. Hoe werkt dit? Joris is op het moment niet online, dus hij kan niet uitleggen aan me. Joris is er ineens. Hey. Hey. Ja, ik was eerder klaar. Wat een wedstrijd. Ja, jij hebt gewonnen, denk ik. Ja, dus geef maar armor, dan gaan we ruilen. Dat was de deal, toch? Oh, ja. Ja, dat is allemaal van mij nu. Ja, hier. Yes, hier. Ja. Allemaal van mij. Top, hé. Was een leuke wedstrijd zoals dit. Het stinkt nog een beetje. Ja, ik was het niet. Oh, nee, oké. Goed, jongens. Terwijl ik dit prachtige station in mijn prachtige nieuwe armor ga bewonderen, kunnen jullie anders even lekker deze video kijken. Dit is namelijk ook een leuke video. Of gewoon deze video. Je kan kiezen. Het zijn allebei hele leuke video's. Maar voor nu, spreek je later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer.